Een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn. What Jesus? Wat is het? Iets wat mijn oma zal dragen. Dus deze trend gaat er echt over dat botanische, dat florale. Ja, burgerlijke is dit best wel. Ik vind het vooral heel schattig. Een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn. Ik vind het wel lekker fleurig, lekker lente, lekker gezellig. En dan dragen ze het helemaal zo, hè? Dus het is dit, maar ook de broek. Een beetje tuttig. Ja, je krijgt er mij niet voor uit bed. Je krijgt deze zeker met een bibliotheekpas. Het is ook echt zoiets wat je zeg maar aandoet naar je schoonouders of zo. Nou, weet je wat het eigenlijk met mij doet? Helemaal niks! Je krijgt hier geen harde van. Ja, nou ja. Ja, ah, joffie toch? Wat zegt hij nou? Lekker met die mysterieus hakje of hier is deze sneaker erbij. Ik hou ook wel van bloemetjes. Van cactus ook vet, hè? Ik heb trouwens ook wel bloemetjes op. Nou, toevallig. Ja. Ja, heerlijk. Ach, die meid. Ja, top. Ja. Nu is het weer een douchegordijn. Ik vind het cool. Oké, bloemetjes op bloemetjes is way too much. Het lijkt een beetje op een pyjama. Nou, jongens vinden het niet leuk. Nee. Oh, dat zei ik net. Ha, ja. Oh ja, dat vind ik dan wel weer heel hippie. Ik vind de naam leuker dan de trend. Granny Fanny. Beetje flauw. Beetje flauw. Weer power. Wordt wel steeds met de dag flauwer, man. Drop it like this. Ja, drop. Drop it like it's hot. Dragen. Ja. Dragen. Ja. Schattig. De totale outfit, bloemetje dragen. Waar deze kapot? Dragen of droppen, wij hebben net al onze mening gegeven. Dus wat jij ervan vindt, laat het in de comments beneden weten.